Burnout voor beginners. Dat is de titel van de nieuwe theatertournee van Arnoud van den Bossen. Een voormalige consultant, maar nu voltijds stand-up comedian. Meneer van den Bossen, welkom in de studio. Ja, die tournee doorheen heel Vlaanderen is nu net van start gegaan. We spreken zo meteen verder, maar we gaan eerst toch even kijken naar een kort fragmentje. In wat voor toestand zitten? Dat is erger dan een burn-out. Hè? Dat is erger, hè? Want je zaagt de hele dag, je hebt geen goesting, je vindt dat je veel moet doen en je kunt juist niks. In wat voor toestand zitten dan? Hè? Dus je zaagt de hele dag, je hebt geen goesting, je vindt dat je veel moet doen en je kunt juist niks. Hier zit de vakbond. Ja, voilà, hier zien we u dus met ja, humor als, om ja, absurde situaties aan te klagen. Want die leiden er ook toe dat mensen een burn-out kunnen oplopen. Hè. Dat is toch uw stelling? Mijn stelling is dat er grenzen zijn aan ernst. We nemen het allemaal geweldig serieus. En eigenlijk, als je kijkt naar wat een burn-out kan genezen, is dat vaak eigenlijk een zekere speelsheid. Ofwel liefde, speelsheid, keuze maken. Maar ik kan als comedian die speelsheid of die humor weerbrengen. Dus dat is eigenlijk het basisidee van wat ik doe. Ja, u bent burgerlijk ingenieur en u hebt onder meer gewerkt voor Belgacom en Siemens ook. U hebt daar aan de lijve ondervonden ja, wat het is om te werken in logge structuren waar u ja, nauwelijks iets kan gedaan krijgen. Ja, inderdaad. En dat is geweldig vermoeiend. Heel dag vergaderen, notas maken, presentaties voorbereiden en op het einde van de dag weten we nog altijd niet wat je gedaan hebt. Laat staan het vorig jaar, wat je aan het doen bent deze week. Het leidt nergens toe, blijkbaar. En het duurt soms een jaar voor iets klein te veranderen. En tegen dat het veranderd is, weet niemand nog wat dat er eigenlijk nodig was en heeft het niemand nog nodig. Dus, ja. U hebt zelf ook geflirt met een burn-out? Inderdaad, ja. Verschillende keren zelfs. Tijdens mijn professionele loopbaan in de grote multinationals en ook als comedian eigenlijk heb ik het 2 maal zo gehad. Ja, want het is niet lachen wat u doet met een burn-out, hè? Nee, ik lach niet met mensen met een burn-out. Voor alle duidelijkheid, dat zou totaal verkeerd zijn, want die mensen zitten in een zwakkere positie. Maar ik lach wel met de dingen die leiden naar een burn-out. De ellende op het werk, waar dat we eigenlijk allemaal zo voorbij lopen. Of eigenlijk gewoon allemaal accepteren. Dat is nog het ergst van allemaal. We gaan er allemaal in mee en we staan er niet meer bij stil. Ja, bij de e-mailverkeer bijvoorbeeld. E-mailverkeer, ja. We vinden het meer dan logisch dat een kettingmail soms 38 reply to alls heeft, die nergens meer over gaat en eigenlijk waar dat initiële vraag totaal niet beantwoord is. Men vindt dat maar normaal en daar steken we onze tijd in. Ook te veel managementlagen in veel bedrijven? Ja, dat is wat ik gemerkt heb, is dat er eigenlijk heel wat managementlagen rondlopen die vaak weinig waarde toevoegen en laat staan het gewone werk in de weg lopen zelfs. En daar worden mensen moe van, maar ook zelfs de managers die die taak hebben, worden er zelf ook moe van. Want ze voelen ook dat ze een klein beetje of zelfs veel overbodig zijn. Ja, wat kan je werkgevers ja, aanraden om ja, burn-out te voorkomen bij hun personeel? Ik denk het eerste wat dat belangrijk is, gewoon klare taal spreken. Dus geen comedie toelaten, want dat is, mensen worden echt ziek van een slecht theater elke dag. Mensen houden van klare taal, klare feiten. Ik denk dat vooral is en een goede relatie opbouwen met de medewerkers. Ja, en de medewerkers zelf, die kunnen waarschijnlijk ook wel iets doen, hè? Ja, die kunnen vooral bijvoorbeeld stoppen met smartphone, Facebook, al die toestanden en duidelijke keuzes maken wat dat ze willen en niet willen. Ja, de smartphone is een vergif, zegt u. Dat is wel sterke taal. Ja, voor een ingenieur waarschijnlijk. Ja. Maar zeker sociale media. Dus, men spreekt nu van multitasking, maar het is zelfs niet multitasking. Het is gewoon elkaar bezighouden. Het is even verslavend zelfs als cocaïne. Voor je hersenen doet het identiek hetzelfde. En dat is het erge van de zaak. En werken doe je niet. Je bent gewoon constant afgeleid. Je hersenen zijn overbelast van die zaken. Ja. Oké, okay. U bent nu net begonnen met uw tournee in Antwerpen. Ja, waar gaat u nog naartoe de komende weken en maanden? Ik sta nog in Gent, in Leuven, in Mechelen, nog eens in Antwerpen, Oostkamp, Brugge. Heel wat steden. En zijn nog tickets ook te koop? Er zijn nog tickets te koop, ja. De verkoop verloopt heel vlot. Maar voor de laatste nieuwtjes gaan we best naar mijn website. Dat is arnoudvandenbossen.be. Oké, dat is genoteerd. Dank u wel voor de komst naar de studio. Dat is graag gedaan. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.